Yo, een hele goede morgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Dit is niet zomaar een video. Dit is een video waarin ik voor het laatst wakker ben geworden in het huisje van Laura. Nou, het is een en al leeggetrokken bende hier. Er liggen overal nog wat spulletjes die we vandaag voor het laatst gaan oververhuizen. Ik moet alleen nu werken, dus jullie raden nooit. Ik ben weer eens laat, dus ik ga even opschieten. Maar was mijn laatste nacht op een bankje. Dat gaat dus nooit meer gebeuren. Ergens wel raar, want we hebben hier een soort van... Wel heeft hij 6 jaar gewoond. En echt vanaf begin tot eind ben ik er natuurlijk weer bij geweest. Waarom ik fluister is omdat zij nog in bed liggen. Laura, of Ryan, die is gisteren teruggekomen uit Curaçao. Dus die moet nog even doorslapen. Laura heeft gewoon vandaag weer een hele zware dag voor de boeg. Maar ik vond het wel leuk om jullie vandaag mee te nemen. Want die kast die daar in de keuken staat... die is helemaal uit elkaar gehaald. Kijk, het hele ligt gewoon in puin. Planken en dingen. Die is gewoon helemaal gedemonteerd. En die gaan we vanavond ook nog op en neer naar Zeist rijden. Dus ik ga nu eerst werken. Ik neem jullie gewoon weer mee. En dan vanavond gaan we op en neer naar Zeist. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon de hele dag mee. Is weer gefixt. Ik heb nog even wat anders trouwens. Ik heb van Charlie Temple heb ik een nieuwe bril gekregen. En dat is een heel tof merk wat gewoon hele goedkope brillen heeft eigenlijk. Het zijn gewoon acetaat brillen. Dus die kun je gewoon heel mooi vormen. Ze hebben heel veel verschillende monturen. En ik heb eigenlijk gewoon, ik wil een beetje een nerdenbril. Ik heb echt zo'n heel zakelijk brilletje voor als ik werk, maar ik vond die gewoon niet meer leuk, want ik ben helemaal niet zakelijk. Ik ben niet met blousjes en pakken en zo. Kijk, ik zal hem jullie wel even laten zien. Die ligt hier. Kijk, dit was dus mijn bril. Maar die heb ik vroeger ooit een keer aangeschaft. Waarom? Omdat deze zie je eigenlijk niet. Dus ja, dan kun je gewoon werken en je ziet eigenlijk niet dat je een bril hebt. Ik heb ook niet heel veel sterkte, want ik kan prima zonder een bril. Maar als ik werk met wimperextensions of wat dan ook. Ik heb wel een cilinder. Dus daarom heb ik een beetje moeite met diepte. Maar ik vond deze niet zo leuk. Dus... ik heb een nerdenbril gehaald. Yay! Tadaa! Wat vinden jullie ervan? Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Ik vind hem wel cute eigenlijk. Deze gebruik ik dus puur voor werk. Lekker voor wimper extensions en zo. Dus dat jullie het weten. Je kan ze online bestellen. Gewoon bij charlietemple.nl. En ze hebben ze gewoon heel veel verschillende monturen. Kun je eigen sterkte doorgeven. En dan heb je echt binnen 2-3 werkdagen heb je gewoon je bril thuis gestuurd. Dat is wel tof. Oké, ik ga beginnen. Ciao! Laatste klant gehad. Voor wenkbrauwen ben ik eigenlijk alleen een beetje vergeten te vloggen. Maar dat komt wel weer een volgende keer. Dat is weer heel vervelend. Want natuurlijk aan de overkant van de straat daar zit Cosmania. En Cosmania verkopen ze inkblot. En dan heb ik laatst eens een heel mooi palet gekocht. Maar er mist een kleur in. En die kleur die ga ik nu even aanschaffen. Wat grappig is, we zijn echt buren hier. Want jullie raden nooit wie hier rondloopt. Tada! Hallo! Het is José! Nou, en die is onze collega van tegenover. En dat is onze collega Zoe van tegenover. Ja. Nou, waar is die kleur? Jongens, waar is die? Hij ligt daar achter de kassa. I need it in my life. Daar. Daar ligt hij. Ik zie hem liggen. Dit is hem. Jongens, ik ga jullie even laten zien. Dit is weer zo'n kleur waar je gewoon weer nat van wordt. Tada!
Het is echt roestbruinrood. Nou, werkelijk serieus. Kun je echt voor alles gebruiken. Wat wel tof is, deze kleuren zijn zeker maar 7 euro per stuk. 7 euro. Dat is echt niks. Oké, ga ik afrekenen. Guilty. Dan loop ik dus naar achter, want dat is dus een hele mooie kleur. Maar wat dus het irritant is, dan hebben ze een nieuw paletje binnen. Kijk dit. Oh mijn god. Ja, nou, die heb ik op zich wel, maar dit heb ik gewoon echt nergens. Dus natuurlijk moeten die erbij. Heel tof, 7 euro per stuk bij Inglot Cosmenia. Heel tof. Oké, let's go. Het laatste avondmaal. Lui heeft gewoon een hele simpele salade. En ik zit aan de Chinees van gisteren. Voor de laatste avond in onze in Lau's huisje. Oh. Gek, hè? Wel raar. Ik zei vanmorgen ook, we zijn hier echt... Vanaf het begin ben ik er ook bij geweest toen er ook nog niks was. Ja, toen u nog op de grond sliep met een matras. Ja. En nu dit. Heel smakelijk, schat. Toch nog de laatste loodjes erin gezet. Televisie, spulletjes. En dan uiteindelijk heb je toch nog wat. Wat ga ik doen met die mat? Lekker laten liggen. Ja, toch? Ik koop een nieuwe. En uiteindelijk heb je toch een hele bus nog wel vol of zo. In plaats van één kast. Ja, deze is en wat spulletjes. Gek, hè? Oké. De rest kan volgens mij wel een soort van in je auto. En dan rijden we die bus zo die kant op. Even een final check. Oh, Bibi de vervoer straks. Oh, flipje. Nee, dit hebben we leeg. Kijk jongens. Wat een enorme kitchen it ineens is. Tadaa. Oh, raar hè zo. Dan is het ineens een hele mooie, grote, grote keuken. Prachtig. Ja. Oké, goed. Wij gaan die kant op. Inmiddels zit ik weer in de bus. Dit keer alleen met Ryan. Het is wel echt briljant trouwens, dat heb ik jullie helemaal niet verteld. Maar dat heb ik jullie nog helemaal niet kunnen vertellen. Laura is morgen jarig. Maar omdat morgen eigenlijk weer een soort van in de verhuizing zitten en de liveshow is van Luca, hebben we eigenlijk helemaal geen aandacht gegeven aan de verjaardag van Laura. Maar we zijn al 3 dagen bezig. Wat? Eigenlijk al veel langer. Om die fucking verjaardag te regelen. En mensen te bellen en de ouders te bellen. En die spelen helemaal mee in het spel. We hebben gewoon een verrassingsfeestje voor haar. Dat we gewoon ergens gaan eten. En dan in de avond gaan we met z'n allen naar de liveshow van Luca. En vandaag zegt ze tegen mij. Ik zei, dus ik heb er vandaag eigenlijk gezegd van schat. Ik heb morgen, ik heb vannacht om 12 uur geen cadeautje voor je. Oh ja. En toen zei ze. Ja, ik krijg ook nooit cadeautjes. Dus ja, bent wel gewend hoor. Niet wetende dat wij gewoon echt serieus morgen. Ik ben net, ja dat is wel grappig, want ik ging net naar de HEMA toch om een Molton te kopen, nog voor haar bed. Kom ik terug, ja je bent wel lang weg geweest. HEMA, facemutsjes kopen, slingers kopen, toeters kopen, spul voor om de dinges, een USB-stick kopen voor een of ander cadeautje. Nog andere dingen met Funda regelen, want we moesten ook helemaal naar Funda toe. Ja, je bent wel lang weg hoor, morgen krijgt ze zo spijt dat ze dat allemaal gezegd heeft. Maar goed, het is nu 11:30. Het is niet te pruimen hè. Nee, ze heeft echt verjaardagstress. Sterker nog erger. De moeder en haar vader, die zit ook in de complot. En Laura wilde heel graag dat ze meegingen naar de show van Luca. Van Luca morgen. Morgenavond. Klopt. Maar wij moesten dus spelen dat ze geen kaarten meer waren, want dat konden niet uit meer. Want dat is een verrassing, gaan we naar de show. Van lunch gaan we met z'n allen ook nog eens een keer naar dat show toe. Zij die denkt dat de ouders niet meekomen en Fredje gaat mee en Funda hebben we uitgenodigd en Rajas. En dus we gaan als verrassing daarheen. Maar gisteren zaten we bij de Chinees. En mijn vrouwtje was gepikeerd. Want de moeder kan niet mee naar die liveshow. Ik ga wel even Huub bellen, want ik ken Huub. Dus ik ben helemaal stress. Zeggen, ik moest helemaal hard zeggen van ja. Nee, kan niet, want ik vind het een beetje te ver gaan als we ook nog via Luca, terwijl het voor Luca gaat, show weer ons netwerk gaan gebruiken. Klopt. Dat moeten we niet doen. Met een heel serieus gezicht. Fred heel serieus, moeder heel serieus. Terwijl we allemaal wisten, oh mijn god, we gaan allemaal naar die show. Voor het nieuwe huis hebben we een matras nodig. En die matras en het bedje staat bij haar ouders in... In Friesland. Friesland. Dus ik heb de vader aan de telefoon voor het eerst. En die zegt ook, Lachen, weet niet dat we komen, maar zal ik het bed maar meenemen? Ik zeg, ja meneer, hoe is het met u? Hij zegt, helemaal lachen, hoe is het met u? Want ik zeg toch altijd u. Dus die zit ook in het complot. Want onze koningin... Die heeft helemaal geen idee. En die denkt natuurlijk gewoon dat haar verjaardag eigenlijk een soort van wordt overgeslagen. Want morgen is eigenlijk in het teken van Luca en de verhuizing. Dus er is ook helemaal geen tijd eigenlijk om te vieren.
Dus wij doen gewoon net alsof we er een soort van niet mee bezig zijn. En ik moet gewoon morgen werken. Heb de hele dag vrij geregeld. Dus hoi. Maar goed, het is nu 11:30. We zijn onderweg naar Zeist, want we moeten nog spullen droppen en we spullen halen. We hebben het geregeld. McDonald's. Maar ondertussen zijn we foto's aan het zoeken. Want mijn vrouw is over een half uur jarig. Stel een half uur op? Stress. Schat? Ik bedoel, grap. Zo voor een kwartier. YouTube? YouTube. Oké, zo meteen weer. Doei. Nou, voor de verandering ben ik weer eens thuis in Zeist. Wederom is dit een spoedbezoek van, ik denk, dat we een half uurtje in Zeist zijn geweest. Ik doe echt veel met mijn huis. Ik ben echt trots op mijn huis, jongen. Maar we gaan weer. Volgens mij hebben we alles. Ook jouw spullen zijn weg, toch? Toen deze is ook niet hier, dan is hij in een van die dozen van mij thuis. Oh ja. Dan moeten we al die dozen gaan zoeken. Moeten we dat straks even doen gelijk, want anders ga ik... Want dit? Ja. Ik zeg maar echt niet. Nou, daar ligt ze hoor. Prinses. Heb jij wel door dat dit jouw laatste 5 seconden is in dit huis? Want mama Lau heeft hier de tas in handen voor jou. Prinny. Je wordt verhuisd. Oh, een lief ding. Oh, hey, Flup. Wat een dag weer. Ik heb net Laura en Ryan uitgezwaaid. De gordijntjes zijn dicht. Het is 2:00 s'nachts. Ik leef nu, de laatste nacht, heb ik de eer om in dit lege huisje te leven. Ik moet morgen hier toch vlak in de buurt werken. Het is hier echt 10 minuten vandaan. En zij hebben ook nog eigenlijk helemaal geen logeerbedden daar. Dus het was eigenlijk een veel beter idee dat ik gewoon nog 1 dagje hier blijf. Dan doe ik morgenochtend nog even 1 keer de douche. En dan is het helemaal clean, schoon, voor de volgende bewoner. Ik hou het voor gezien. Ik heb echt een mooie tijd gehad hier. Doe even een duimpje omhoog als je me leuk vond. Deze hysterische dag. En ik zie jullie snel weer in mijn volgende video. Take care, guys. En ik ga van deze laatste nacht echt even genieten. Gewoon bijzonder. Vergeet niet te abonneren. Doei doei!